Nou, ik denk dat het grootste misverstand over dak- en thuislozen is voornamelijk dat mensen denken dat dat vaak de mensen zijn die zichtbaar zijn op straat. Met een blik bier, een baard en een vieze oude jas. Nou goed, dat is een hele kleine groep van wat dak- en thuislozen zijn in Eindhoven. Ik denk dat er heel veel onzichtbare dakloosheid is. Ja, dat zijn gewoon heel veel mensen die niet willen laten zien dat er problemen zijn. Nou goed, die zich ook schamen voor die problemen, dat het heel logisch is. Nou, ik denk dat dak- en thuislozen zegt eigenlijk meer over het probleem. Er is een probleem met een dak of een thuis. Alleen dak- en thuislozen hebben, als je er een huis omheen zet, is het probleem niet opgelost. Dus er zijn nog veel meer problemen. Dus en het begint voornamelijk ook met het meedoen in de maatschappij. En daarom starten we ook met werk, omdat dat gewoon ontzettend veel brengt. Brengt een stukje inkomen, maar brengt ook een stukje netwerk. Het kan ook voldoening geven aan je leven, waardoor je ook andere levensgebieden ook aan kan pakken. Ja, in 2021 wordt Springplank hoofdaannemer van de maatschappelijke opvang. Om ervoor te zorgen dat de mensen op de juiste plek terechtkomen. We gaan straks veel meer kijken naar iemands problematiek en waar past iemand het beste. In plaats van dat iemand wordt aangemeld en die wordt bij organisatie A of B ingedeeld, terwijl die misschien helemaal bij C veel meer passend is. En dat zal een grote verandering zijn, dus meer passend bij de hulpvraag en de problematiek van de persoon, zodat ze ook zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. Springplank gaat met deze mensen aan de slag door op zoek te gaan naar een betaalde baan. Dat is het uiteindelijke doel, dat iemand met een betaalde baan, met een eigen woning en met een gezond sociaal netwerk uit kan stromen. Dus dat wij ook los kunnen laten en dat we hopen in ieder geval niet meer terug te zien. En eigenlijk die route duurt ongeveer 1,5 tot 2 jaar gemiddeld. In die route gaan wij samen kijken naar wat er nodig is voor deze persoon. Om ervoor te zorgen dat hij ook zijn leven weer op de rit krijgt. Zelf heb ik hiervoor bij Albert Heijn gewerkt, Albert Heijn To Go, op stationwinkels. Daar heb ik een jongen gezien die werd dakloos. En heb ik ook gezien hoe waardevol werk kan zijn als iemand dakloos raakt. Want ja, als iemand niet meer kan werken, is er ook geen inkomen, kan iemand niet meer aan zijn toekomst werken. En dat was toen niet gelukt. En toen dacht ik, ja, ik wil hier iets mee. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus werk ook echt en heel erg bij kan dragen aan ook preventie van bepaalde problematiek, maar ook het oplossen van bepaalde problematiek. Ik denk dat dat wel heel waardevol kan zijn, ook voor de mensen. Maar dat ook belangrijk is dat bedrijven daar ook in mee kunnen denken, want wij hebben die gewoon keihard nodig.